Niet zo direct erop zijn. Ben je weer commentaar straks? Ik wil er niet op. Nou, ik ben gekozen tot kinderminister van Binnenlandse Zaken. Ik ga me een jaar bezighouden met digitalisatie in Nederland en de mening van de kinderen laten horen en hoe wij daarover denken. Dat is echt wel een hele belangrijke taak en een hele bijzondere taak. Ja, hoe ben jij daar zo toe gekomen? Ik ben hier gekomen doordat ik vanuit school, vanuit onze Student Voice, onze leerlingraad, naar LAX, een ALV, was gekomen. En daar was een spreker die vertelde erover. En toen ben ik eens een beetje gaan kijken wat het allemaal inhouden. En heb ik me gaan solliciteren. Dus uit heel het land zijn allemaal mensen gaan solliciteren. En uiteindelijk, na behoorlijk wat belletjes, ben ik het geworden. Ja, wat maakt het nou dat jij het bent geworden en al die anderen niet? Ja, dat hoor je natuurlijk achteraf niet. Maar ik denk dat het wel een rol heeft gespeeld. Ik heb er wel vaak achteraan gevraagd hoe staat het ermee. En ik denk dat wel iets heeft gespeeld. En uiteindelijk ben jij nu de minister van Binnenlandse Zaken, tenminste, voor de kinderen. En wat denk jij te kunnen veranderen? Ik ga mijn best doen om de Instagram te verbeteren van de Binnenlandse Zaken. Dat zag ik al, daar zijn ze helaas mee gestopt. Die gaan we weer een beetje beter maken. Ik ga me ook met heel veel meer dingen bezighouden voor misschien wel een dag organiseren. Dat kinderen die iets met de techniek hebben, bij een bedrijf langs gaan. Het is echt heel breed, maar daar ga ik nog naar kijken en zijn daar druk mee bezig. Ja, je hoort daar en je hebt daar echt wel assistentie bij, hè? Ja, bij het ministerie helpen ze mij daar heel goed in. Ze denken mee, maar ze organiseren ook alle dingen. Daar word ik echt heel goed in geholpen. Ook vanuit school? Ook vanuit school. Ook vanuit het Noordic. En hoe kom jij elke keer zomaar in Den Haag? Ik heb vanuit het ministerie een beschikking tot een auto met chauffeur. Dus daar zorgen ze ook goed voor. Ik word veilig opgehaald en weer veilig thuisgebracht. Nou, dat gaat helemaal goed komen. En hoe lang mag jij deze taak uitvoeren? Ik ben voor een jaar kinderminister. En na een jaar wordt het overgedragen aan het volgende ministerie. En hoop ik dat die minister er ook veel plezier van gaat hebben. Nou, helemaal niks. Dat komt in goede letters boven. Dank u wel. Eerst lekker vakantie in januari. Ja. Het is ook een bijzondere...